Thales van Mileten. Hij leefde van 624 voor Christus tot 545 voor Christus. Hij was een van de eerste pre-Socratische filosofen. Hij kwam uit Mileten. Dat ligt in het tegenwoordige Turkije. Hij wordt gewoonlijk de eerste westerse filosoof genoemd. Hij leefde in de tijd van de godenverhalen, de mythe. Maar hij ontdekte verandering en ging hierover nadenken. Als er verandering is, moet er iets zijn dat verandert. En dat toch ook niet verandert. Er moet een eenheid zijn achter de veelheid van zichtbare dingen. Een eenheid die verscholen is achter alle dingen die er zijn in de wereld. Net als de makers van mythen kende Thales de vier elementen lucht, vuur, water en aarde. Hij nam aan dat alle dingen uiteindelijk terug te brengen zijn tot één van deze vier elementen, een oerbeginsel. Maar tot welk oerbeginsel? Thales ging op zoek. Van alle elementen vertoont water het duidelijkst veranderingen. Rivieren worden delta's. Water wordt ijs. En dan weer water, waarvan vervolgens stoom gemaakt kan worden. En dat wordt weer lucht. En lucht, in de vorm van wind, wakkert vuur aan. Dan moet het water zijn. Alle dingen zijn volgens Thales van Mileten samengesteld uit water. De aarde drijft op water, was het wereldbeeld van de tijd van Thales. Men beschouwde de aarde als een stuk hout dat op een eindeloze zee drijft. Aardbevingen werden verklaard doordat de aarde drijft en dat zij soms over hevige golven deint. Voorheen werden aardbevingen gewijd aan de woede van de goden. Thales van Mileten was dus op zoek naar een arche, een soort essentie, een oerbeginsel, een kern van het leven. Hij dacht dat alles uit water bestond, omdat het leven niet bestaat zonder water. Om het wereldbeeld van die tijd, omdat zand vloeibare eigenschappen heeft en noem maar op. Tegenwoordig weet iedereen dat Thales geen gelijk had. Maar ergens heeft Thales wel gelijk. Bijna alle organismen en organische materialen bevatten water. Maar toch, deze overduidelijke verkeerde conclusie wordt tegenwoordig niet vanwege haar inhoud gewaardeerd, maar vanwege haar vorm. Er is wat betreft de vorm geen verschil tussen de bewering alle dingen zijn opgebouwd uit water en de bewering alle dingen zijn opgebouwd uit atomen. De conclusie wordt ook gewaardeerd vanwege de vooronderstelling die erachter zit. Dat er aan de verschijnselen een oerstof ten grondslag moet liggen die verandering verklaart, terwijl zij zelf blijft zoals zij is. Wat hadden de pre-Socratische filosofen eigenlijk bereikt? Bij hen had een speciaal soort denken zich losgemaakt van de mythe, van de religie, van de godenverhalen. Men ging zelf nadenken. Het nieuwe denken ontwikkelde eigen methoden en een eigen inhoud. Het werd een soort van denken dat spoedig zou uitgroeien tot wat we vandaag de dag kennen als natuurwetenschap en filosofie.